In Nijmegen is de politie op zoek naar twee mannen op een gestolen scooter die op 1 en 2 februari op rooftocht waren in de stad. De twee voortvluchtige verdachten pleegden een overval op een hotel aan de Neerbosseweg en braken in bij een winkel in de stad aan de Stikkenhezelstraat. Een overval op een vestiging van de McDonald's mislukte, omdat een alerte medewerker het raampje in de McDrive niet wilde opendoen. Toen er ook nog iemand tevoorschijn kwam en dicht bij de overvallers ging staan, gingen de twee er vandoor. De politie vermoedt dat beide daders uit Nijmegen of omgeving komen. Ze reden op een scooter die afgelopen december is gestolen. Mocht je iemand herkennen, neem dan contact op met de politie. Het vrachtschip dat woensdag door midden brak op de Waal tussen Deest en Winsen is inmiddels smeerolie gaan lekken in het water. De twee uiteinden van het schip staken in eerste instantie nog boven het water uit, maar de kant van de stuurhut is inmiddels kopje onder gegaan. Hierdoor is er olie gaan lekken. Er waren woensdag al preventief kussens rond het schip gelegd die eventuele olie konden opvangen. De situatie is daarom nog steeds onder controle. Naar verwachting zullen de bergingswerkzaamheden volgend weekend starten. En een leuk nieuwtje voor de liefhebbers. Wolfgang van Halen komt met zijn band Mammoth WVH naar Nijmegen. De stad waar zijn beroemde vader Eddie van Halen is opgegroeid. Hij speelt op 30 juni in poppodium Doornroosje. De kaartjes zijn vanochtend in de verkoop gegaan en ze kosten €26.